Uit de rijk gewulde schatkamer van de wielersport mag Het is Koers TV zo nu en dan een greep doen. De pareltjes die wij daar opduiken presenteren wij u hier. Welkom bij Het is Koers TV. Hier zijn uw gastheren Maarten Visser en Bastiaan Gaillard. Nou, daar zijn we weer. Ja, en we zijn niet live. We zijn niet live, nee. Dit is even wat anders. Ja, waarom doen we dit? Waarom doen we dit? Nou, we doen even een vooraankondiging, Bastiaan. Wij vinden het belangrijk om in de week dat we niks doen, zeg maar de tussenweek, de mensen toch een beetje op de hoogte brengen van wat er de komende week te doen is. Want we hebben natuurlijk meer informatie nu dan aan het einde van de vorige week. Dus ja, wat we van plan zijn is om in de tussenweek, zoals wij het noemen, af en toe een kort filmpje of een podcast erin te slingeren, waardoor we toch wat meer informatie kunnen leveren aan de mensen. Dat vinden we heel belangrijk, maar vooral ook heel erg leuk. Ja, zeker, zeker. En informatief. En ik denk ook omdat die show aankomende donderdag tot een nok toe gevoerd is, dat we er wel flink wat over kunnen vertellen nu. Dat denk ik ook wel. Hey, maar voordat we echt gaan beginnen, hoe vind je dat ik klink? Ja, ik moet toch bekennen dat ik je nu nog beter vind klinken dan vorige week donderdag. Maar vorige week donderdag had ik er ook nul problemen mee. Totdat we iets gingen terugluisteren. Ja, want ik zei dat ik een nieuwe microfoon heb. Of een microfoon had. En dat heb ik ook. Ja. En ik was vergeten om hem aan te zetten. En ik was in de veronderstelling dat hij aan was. Maar dat was hij dus niet. Hij was wel aan, maar niet als opnameapparaat. Dus vandaar dat ik nu veel beter klink. Ja, helder, zonder echo. Ik vind het heel fijn. Ja, nog wel steeds met de Twents tongval. Maar goed, dat kan de microfoon er niet uitkrijgen. Maar dat is authentiek, hè? Dat zegt Leon altijd. Dat is waar. Het zou een soort Instagram audio filter moeten zijn. Om dat eruit te halen. Zoiets, ja. Hey, nou, nu we er toch zijn. We hebben dus gezegd dat we dit proberen te doen in de tussenweek. Om toch wat meer contact te hebben met de luisteraars en de kijkers. En dan kunnen we natuurlijk ook gelijk een oproep plaatsen. Want we hebben wat vaste items in elke show. Ja. Bijvoorbeeld de fiets van. Nou willen we dus elke week een luisteraar of een kijker de kans geven om zijn fiets te laten zien. Te showen en er wat over te vertellen. Ja. We hebben er al wel wat in de wacht staan. Maar mocht je nou ook leuk vinden om je fiets te laten zien, stuur dan even een mailtje naar tv@hetiskoers.nl of neem contact op via social media. Ja. Twitter, hetiskoers, Instagram of via Gaia Online of @hengelaar. En dan kun je ons wel bereiken. Wij vinden het namelijk leuk om met jullie te praten over jullie eigen materiaal. Daarnaast, het is vakantietijd. Dus mocht je nou op vakantie zijn en zeggen van hey, ik heb een leuke foto gemaakt of een filmpje, dan kun je natuurlijk ook altijd je fietsvakantiekiekje insturen, zoals Janne ook heeft gedaan. Hè? Ja. En dat kan ook naar tv@hetiskoers.nl. Dan kunnen wij dat mooi laten zien in de volgende uitzending. Ja. Want ik vind dat gewoon leuk om een beetje die interactie te hebben met de kijkers en met de luisteraars. Zeker, zeker. Ben ik helemaal mee eens. Ja. En als je nou die vakantiefoto hebt gestuurd en je denkt van goh, dat tenue van mij is leuk, maar dat kan beter. Dan heb je geluk, want er komt een nieuw tenue aan. Dat is deze van Het is Koers. En die is te bestellen in winkel.hetiskoers.nl. Alleen een shirtje kost €53. De Pip Shorts, €79. Een hele set, €125. Ja. Dus die kunnen we bestellen. Ik geloof dat de eerste staffel al bijna compleet is. Dus dat de eerste bestelronde al bijna op zit. Dus tot eind juli heb je nog de tijd, geloof ik. Klopt. Nou, volgens mij zitten er wel over de 100 bestellingen heen. Dus, kijk, dat gaat mooi. Gaan weer 100 mensen gesoigneerd op de fiets zitten. En Het is Koers Kit. Ik vind dat toch wel geweldig, hoor. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Hey, ik krijg toch ook nog wel eens wat vragen van mensen. Wat is nu de pasvorm van het tenue? Kun je dat dus? Jij bent wel een kenner, want je past regelmatig kleding van bepaalde merken. Ja. Hoe kun je de pasvorm omschrijven? Is het een Italiaanse snit, zeg maar een maatje kleiner bestellen of groter? Of? Nee, ik heb zelf altijd een emmetje. En die past mij perfect ook van de Het is Koers Kit. Dat geldt voor mij voor zowel de broek als de jersey. Dus die hebben allebei dezelfde maat. En die vallen mij perfect. Heb ik geen maatje groter of maatje kleiner voor nodig gehad. Okay. En wat jij zegt, hè, is het Italiaanse snit? Nee, het is dus een gewone pasvorm. Een normale, reguliere pasvorm. Nou,
Tot voor kort paste ik ook altijd in een emmertje. Toen kwam corona om de hoek kijken. Nu zit ik in een elletje. Maar ja. Het doel is wel om weer naar een emmertje toe te gaan. Dus ik ga ook gewoon een emmertje bestellen. Wat heb je nog niet besteld? Nee, ik heb het niet besteld. Dat moet nog even gebeuren. Maar dat ga ik zeker doen. Ik ook. Even zien hoor. En je kunt natuurlijk een tenue bestellen. Daar verdienen wij helemaal niets aan. Maar we vinden het altijd wel leuk om geld te krijgen. Ja. Vooral om het discours ook een beetje te steunen. Hè? Dus als je naar de website gaat, hetdiscours.nl, dan kun je ook gewoon een donatie doen. Als je zegt van jongens, wat jullie doen vinden we leuk. Of wat anderen doen via het discours vinden we ook leuk. Dat willen we steunen. Dat mag altijd. En anders doe je het maar gewoon voor Bas. Want die woont in Maarden. Ja, en dat lijkt dus voor niemand leuk. Nee, maar... Misschien voor Bas en de brandweer wel. Sorry Bas. Ja, onder al onze afleveringen op Het is Koers staat ook de donatielink. Dus eventueel kun je daar ook nog heen om te kijken. Om zo makkelijk die donatie te maken. Ja precies. Nou, ja. We hebben ook elke week bij onze uitzending hebben prijzen. En we hebben de vorige week een aflevering gemaakt met Daan Kruithof van Bike Shoe For You. We hebben het gehad over, over schoenen. Ja. Fietsschoenen. En toen hadden we ook een prijsvraag. En dan kun je een paar mooie sokken winnen van Grutto Design. Weet jij de prijsvraag nog zo, Bastiaan? Ja. Op welk sluitsysteem heb je levenslange garantie? Op welk sluitsysteem voor schoenen? Ja. We hebben er al veel goede antwoorden op mogen ontvangen. Ja. Op tv.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 
kans kunnen maken om een prijs te winnen. Zeker waar. Ja. En ik geloof dat we volgende week ook prachtige prijzen hebben, toch of niet? Ja, dat klopt. En dat heeft alles te maken met de bijzondere gasten die we dan hebben. Ja, ja. Kijk, en die bijzondere gasten, één daarvan, zeg maar de hoofdgast, die willen we even introduceren. We hebben afgelopen donderdag hebben we natuurlijk Throwback Thursday gehad. Hè. Daar hebben we een filmpje laten zien, we hadden het over schoenen. Dus we moesten denken aan Chris Froome, die de berg opliep. Nou, en alsof het zo zou moeten zijn, heeft iemand daar ook nog commentaar op gegeven. De beste man zit volgende week bij ons. Dus wij hebben het over. Ik zal het eventjes toevoegen aan onze stream. Dan kunnen jullie even horen, voor de mensen die dit als podcast gaan beluisteren. En voor de kijkers, kijk even mee. Kijk niemand eens. Minder dan. Oh, oh, wat gebeurt hier? Chris Froome zonder fiets. Die gaat van Holland omhoog. Die is zijn fiets kwijt. Oi, 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 wat is er gebeurd? Chris Froome, die de Holland naar boven gaat. Jongen, 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 jongen. Geen reservemateriaal voorhanden. Ja, hij zal toch echt een fiets bezig moeten hebben. Als hij daar over de streep komt. Maar hier pakt hij in ieder geval een paar meters. Terwijl Richie Port nu weer eromheen rijdt. Froome, materiaalproblemen. We weten niet wat daar gebeurd is. Heeft hij een lekke band gehad? Ik kan het me niet voorstellen. Want dan rij je gewoon door op die lekke band. Of is hij door zijn ketting heen getrapt? Versnellingsapparaat kapot. Nu moet hij wachten op een reservefiets. En kom nou met die reservefiets voor de klassementsleider. En nu staat weer een auto van Mavic. Staat weer stil op die... Nou, niemand minder dan... Gio Lippens. Gio Lippens, ja. Ik ben er wel trots op. Ik ook. Wel heel cool dat hij bij ons in de show wil. Ja, en, volgens mij hebben we genoeg te bespreken. We hebben al even contact gehad met Gio. En we moeten nog even testen of de stream en alles werkt. Ja. Maar we gaan het hebben over, ook natuurlijk zijn favoriete wielermoment. En daar was dit natuurlijk ook één van. Hij gaat een boek schrijven. Een boek over de periode als verslaggever in coronatijd. En wat dat met je doet. En daar gaan we het dus over hebben. De verwachtingen van het seizoen. De Strade Bianchi, hè, die voor de deur staat. Daar gaan we het natuurlijk over hebben met nog een paar andere gasten. Ja. Virtueel fietsen, wat hij daarvan vindt. Hij heeft meegedaan met ONK op Zwift destijds. Maar hij heeft ook commentaar gegeven bij de Ronde van Zwitserland, als ik me niet vergis. Die was ook virtueel, dus daar moeten we ook even over hebben. En dat dus eigenlijk. En ja. Mocht jij zelf nu een vraag hebben en zeggen van... Goh, ik wil wat weten van Gio, dan kun je in de uitzending live reageren. Of je kunt een e-mail sturen naar tv@hetiskoers.nl. Of via de socials reageren. Ja, met hashtag HikTV. Precies. Ja. En even zien, we zijn er meerdere gasten. Bastiaan, wie hebben we nog meer? Ja, het is natuurlijk een bijzondere tijd, hè? Want we gaan weer beginnen met de opnieuw starten van het seizoen 2020. En dat gaat beginnen met de Strade Bianca, om eventjes precies te zijn. Oh, en, ik zei Bianchi, hè? Jij zei Bianchi, ja, met die Strade Bianca heb ik me laatst laten vertellen. Ja.
Ja, en ik ben eventjes door die startlijst gegaan. En ik ben eventjes gaan kijken welke Nederlanders doen daar nou mee. En wie vinden wij nou leuk om eens even kort te spreken. Om te vertellen wat ze gaan doen. En welke renners er aan de start staan. Nou, ik denk dat we dat nu wel bekend kunnen maken ook. Mm-hmm. We hebben Joris Nieuwenhuis van Team Sunweb. We hebben Maurits Lammertink van Wanty Groep Cobert. En we hebben Ant van Tolhoek van Team Jumbo-Visma. Kijk, dat zijn nog eens namen. Ja, en die gaan dus bij ons in de uitzending live inbellen vanuit Italië. Want op de donderdag dat wij gaan opnemen, dan zijn ze daar al. Kijk, dus we zitten echt dicht bij het vuur. Ja. En afhankelijk van 4G, dus we gaan kijken hoe dat werkt. Ja, als het niet werkt, ja, dan hebben we pech, maar dan kunnen we later nog eens een keertje met hem nabespreken, denk ik. Maar ja. Heb jij nog verwachtingen van die jongens in de koers? Of, ja, dat is nu super grappig natuurlijk. Je hebt geen referentiekader meer, dus je moet afgaan zeg maar, wat ze eigenlijk vorig jaar hebben gedaan. Ja, dat is ik denk dat iedereen gereset is. Ja ik heb eigenlijk nul verwachtingen. Ik weet dat Lammertink bijvoorbeeld keihard gereden heeft in een Zwift race. Maar ja, wat zegt dat? Ja, dat zegt niet zo heel veel natuurlijk. Thijs Sonneveld was helemaal ondersteboven van zijn prestaties in die rit. Maar ja, dat betekent dat zijn wattages lekker op gang zijn. Maar wat vertelt dat straks op de kiezelwegen en de grindpaden van Italië? Ja, daar kun je wattages natuurlijk wel goed kwijt. Maar ja, als jij lek rijdt, dan ga je daar. Daar sta je dan, dus, ja, dan is het natuurlijk weer... En weet je al iets van het weer? Hoe dat krijgen we weer Ties Benoot-achtige omstandigheden? Of? Ik heb geen idee nog. Maar het is ook nog een eind weg. Het is pas 1 augustus dat het gaat beginnen. We spreken nu vrijdag 24 juli. Ja, dus het is nog dagen, wel eventjes 10 dagen pluimpje, zeggen ze altijd. Dus volgens mij, daar hebben we nog niet gekeken. Maar dat doen we dan wel even. Dan gaan we natuurlijk even de Italiaanse weerberichten in de gaten houden. Ja. Maar wel bijzonder. Misschien is het wel een van de weinige wedstrijden die doorgaat. Want het virus grijpt ook weer om zich heen hè, in Europa. Dus er zijn al wat koersen waar ploegen zich terugtrekken. En volgens mij was dat gisteren ook het geval. Ja, klopt. Okay. Ja, in een koers waar Annemiek van Vleuten weer had gewonnen. Maar daar hebben we het zo nog even over. Bastiaan, volgens mij hebben we gewoon een volle show. En hebben we nog een extra gast die we nog niet benoemd hebben. Maar dat is Willem Dudok van de Rode Lantaan. Ja. Die komt even vertellen wat zij de komende tijd hebben. Want die hebben ook een heel druk programma. Ja, Willem is in die uitzending toch een beetje de kers op onze taart. Hè? Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja. Krijgt een speciale vermelding ook nu. Dus, Nou, mooi. Nou, volle show. En, volle show. Even zien, mooie prijzen weer, dus ga zeker kijken. En we hebben nog even op de valrepen, we hadden het al even over Van Vleuten, hè? Die won de koers. Weet je, had jij de naam van de koers die ze had gewonnen? Ja, die had ik, maar die is allesbehalve makkelijk. Ja, het was in Pamplona. In de regio Navarra, in Spanje. Ja. Heeft ze weer flink huis gehouden in de koers. Ik zal hem even proberen. Ema Cumain Navarroaco. Classico. Het was een klassieker, dus. Ja, precies. Dat was de klassieker. Dit keer niet Real Barça, maar op het gebied van fietsen met dames. Ja. En daar kwam ze eenzaam over de finish als eerste en 18 seconden voorsprong op de nummer 2, Mavia Garcia. En de nummer 3. Trademark, hè? Alleen aankomen. Dat is toch wel echt tof. Ja, en 27 seconden voorsprong op de nummer 3, Anna van der Breggen. Kijk, dus, ook weer bij de pink. De laatste die was ook weer bij de... Ja, ook raar. Ja. Het lijkt me nog zo'n jonge dame, maar dat is het dus blijkbaar niet. Ze is toe aan iets anders. Ja ploegleidster was ze, hè? Ja. Ze was laatst in de podcast bij De Grote Plaat. Was wel een goed verhaal. Misschien ook wel een keer leuk om die in de uitzending te halen. Ja, dat is als een goede tip. Als ze dat wil. Nou ja, we kunnen het altijd vragen. Wie wil er nou niet in deze show, waarin wij zelf niet in onszelf gaan geloven? Nee. Ik zeg het al maar een keer. Het moet dus eigenlijk een soort ondertitel zijn van de show. Ja, wij geloven niet in onszelf. Nee. Even terug naar die koers. Hoe heette die koers ook alweer, Bastiaan? Ja, hallo. Oh, de Ema Cumain Navarroa
Roaca Classico. Hè? Ja. Daar zou CCC Liv ook starten, maar die hebben zich teruggetrokken vlak voor de koers. Omdat ze de ploegleiding vond dat de gezondheidsrisico's te groot waren. Nou, dat vind ik nogal een dappere beslissing van zo'n ploeg, om dat gewoon te zeggen. Dat vind ik het zeker. Ja, en helemaal in de positie waar CCC in zit. Hè. Natuurlijk sponsors die zich terugtrekken. Dus dat betekent eigenlijk dat al die renners zich wel nog willen bewijzen voor misschien een nieuw contract bij een andere ploeg. Ja, ja. Dus, en Vos zit bij die ploeg. Maar die nieuwe ploeg die is schijnbaar in de maak. Ja. Want? Ja, dat is ook weer een mooi nieuwtje natuurlijk. En dat is helemaal een mooie link met Van Vleuten. Jumbo-Visma komt in een damesploeg. En ze hebben hun oog laten vallen op Van Vleuten en op Vos. Dus dan heb je ook niet gelijk de minste dames. Een mooi tandem. Zo. Ja. Dan ben je garant voor aardig wat zegens tijdrijden, gewone wedstrijden, de klassiekers. Vos misschien nog een stukje veldrijden. Dus ben je leuk vertegenwoordigd. Ja, hè? Dat lijkt mij ook, ja. Dus ja. Nu alweer reden om uit te kijken naar volgend seizoen. 2021. En het is een beetje een onzekere tijd die we tegemoet gaan. Maar dat gaan we natuurlijk volgende week donderdag bespreken met Gio en met Antoine en met Maurits. En met Joris en natuurlijk ook Willem. En ik weet nog niet wat ik ervan moet verwachten. Maar het wordt in elk geval een leuke show. Het wordt een volle show. En een mooie vooruitblik op de straten in elk geval. Ja, een vooruitblik op de straten met drie deelnemers. Dus het lijkt mij super tof. Dus ja, mocht je dit horen en heb je vragen voor de jongens. Vuur ze vooral op ons af via de socials of via TV en Tetris Koers. Dan kunnen we die vragen meenemen. En dan kunnen de jongens ze live beantwoorden. Ze zitten dan in Italië, dus ze kunnen dan denk ik ook al iets zeggen over het weer. Ja, dat is een goeie. Ja, bandenkeuze wellicht, hè? Bandenspanning. Bandenspanning inderdaad, ja. En gaat Joris, dat is ook wel een goede vraag, want Cervelo heeft weer een nieuwe fiets uitgebracht. We hadden het vorige keer over die S5. Ja. Ze hebben nu weer een nieuwe fiets uitgebracht, die een beetje de Specialized Roubaix moet zijn van Cervelo. Oké. Dus ik ben benieuwd of Joris daarmee gaat rijden. Ja. Ja, en hij als cross specialist, die koers moet hem natuurlijk wel liggen. Ja. Die verwachten we zeker van voren ook. En welke fiets neemt hij mee? Dus dat is wel interessant. Misschien moet hij wel gewoon weer knechten voor Ties. Want die wil natuurlijk ook nog een keertje winnen daar. Nou ja, we zullen het volgende week horen. Dus als je vragen hebt, stuur ze in en dan gaan we het allemaal wel bekijken. En als je geen vragen hebt, vooraf schakel dan in volgende week live. En dan kun je via Facebook en YouTube gewoon reageren. Dus ik zou zeggen want volgens mij hebben we alles behandeld, Bastiaan. Ja, we hebben de korte samenvatting van EP4 behandeld. En een beetje hopelijk de mensen warm gemaakt om donderdag in te schakelen. Ja, nou, lijkt me een hartstikke goeie. En mocht je al het een en ander hebben gehoord en hebben gezien, laat even een reviewtje achter op iTunes. Dat vinden wij wel belangrijk. Dan kunnen meer mensen ons vinden, hè. En ik zou zeggen... ook op andere... platformen zijn we tegenwoordig. We hebben alle podcastplatformen zijn we terug te luisteren. En natuurlijk uiteraard op je YouTube en Facebook terug te zien. Dus, kijk, je kunt niet om ons heen. Nee, we geloven niet in onszelf, maar je kan ook niet om ons heen. Nee, precies. Nou, hey, ik zou zeggen tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.